Echt niet alle pasgeboren dieren zien er snoezig en lief uit. Kijk in deze video naar een pasgeboren sissend dier dat dun is met zwarte vlekken op nummer 2. En van nummer 1 zal je je afvragen of het wel een echt dier is. Het lijkt bijna op een beeldje. Abonneer je nu met de bel aan en geef de video een duim omhoog als je een dierenvriend bent. Slijmerige baby's. Hebben pasgeboren slakjes al een beschermende schelp bij hun geboorte of zal er eentje groeien of moeten ze er eentje zoeken? We kunnen je alvast vertellen dat het slijmerige baby's zijn. Slakken worden in feite geboren met een schelp, maar ze zien er niet zo uit als je zou denken. De slakjes komen uit eitjes die onder de grond worden gelegd of nabij rotsen in het geval van marineslakken. Het duurt ongeveer 2 tot 4 weken voordat de slakjes met hun schelp en al ter wereld komen. De schelp is echter kleurloos en heel zacht. Om de schelp te verstevigen moet het slakje veel calcium eten. Het eerste wat de pasgeboren slak daarom eet is de schaal van het eitje waaruit hij is gekropen. Die zit vol nutriënten. Naarmate de slak groter wordt, groeit ook zijn schelp mee. Moeder-etende baby's. Studies hebben uitgewezen dat bepaalde soorten moederspinnen zichzelf laten opeten terwijl ze nog in leven zijn. De stoort Stegodyphus dumicola komt voor in Zuid-Afrika en behoort tot de koepelspinnen. De spinnen wonen in grote groepen bij elkaar en delen sociale taken. Ongeveer 40% van de vrouwtjes spinnen kan reproduceren, omdat de vrouwtjes langzamer volwassen worden dan de mannetjes. De vrouwelijke spinnen die niet paren gaan tot het extreme om voor hun pasgeboren nichtjes en neefjes te zorgen. Samen met de moederspin voeden ze de baby's met een voedzame vloeistof. De pasgeboren babyspinnen zijn meestal doorzichtig en hebben nog geen kleur. Nadat ze hun eerste schaal hebben verwisseld, kunnen de moeder en haar helpers de vloeistof niet meer maken en worden de babyspinnen geprikkeld om de moeders aan te vallen en op te eten. Honderden kleine spinnen kruipen dan op haar en eten haar levend op om de voortzetting van de soort te verzekeren. Pasgeboren nijlpaardje. Na slijmerige slakjes en moeder-etende spinnetjes vinden we het wel tijd voor een snoezig gerimpeld nijlpaardje. Nijlpaardkalfjes wegen bij de geboorte rond de 23 kilogram en zogen aan een moeder totdat ze ongeveer 8 tot 12 maanden oud zijn. Wist je dat ze dit ook onder water kunnen doen? Volwassen nijlpaarden zijn ongeveer 16 uur per dag onder water. Dit betekent dat het nijlpaardje ook onder water moet kunnen overleven. De baby kan gelukkig zijn neusgaten en oortjes dicht houden en zodoende melk drinken zonder dat het water naar binnen krijgt. Leuk hè? Hoewel nijlpaarden er bij hun geboorte klein uitzien, wordt een kalfje wel enorm in formaat wanneer het volwassenheid bereikt. Afhankelijk van het geslacht kan een nijlpaard tussen de 1360 en 4100 kilogram gaan wegen. Het zijn territoriale dieren en zullen je aanvallen als ze zich bedreigd voelen in hun leefgebied. Ook zijn moedernijlpaarden heel beschermend en zullen agressief reageren wanneer je te dicht bij hun kalfje komt. Baby vogelbekdier. Niet zo lang geleden ging er een lief plaatje van een baby vogelbekdier viraal op het internet. Iedereen werd verliefd op het diertje met de glinsterende oogjes. Echter bleek het baby vogelbekdier niet echt te zijn, maar gewoon een beeldje van plastic. Baby vogelbekdieren worden geboren uit een ei. De moeder legt meestal 1 tot 2 eieren die ongeveer 11 mm groot zijn in diameter en iets ronder dan vogeleieren. De eitjes ontwikkelen zich de eerste 28 dagen in de baarmoeder. Hierna legt de moeder de eieren en zit er 10 dagen op. Wanneer de baby's uit het ei komen, zijn ze fragiel, blind en kaal. Ze beginnen meteen aan de moedermelk die via poriën uit de huid van de moeder komt, want ze heeft geen tepels. Ze worden 3 tot 4 maanden gevoed in het hol. Na 4 maanden komen de jonge vogelbekdieren naar buiten en kunnen ze zelf zwemmen. Geel neusje, witte vacht. We hebben het over de schattige witte vleermuis. Deze unieke vleermuis heeft een opvallende, volledig witte vacht, die alleen voorkomt in 6 van de ongeveer 1300 bekende soorten vleermuizen. Het diertje van nauwelijks 37 tot 47 mm groot bouwt tenten uit bladeren van planten. De witte vleermuis doet dit door de bladribben strategisch te snijden met zijn tanden, zodat het blad zich als een tent vormt. Het slaapt overdag in deze tenten.
Van deze babyvleermuis is er niet veel bekend. We weten wel dat vrouwelijke vleermuizen 2 keer per jaar drachtig kunnen worden en per keer maar 1 baby ter wereld brengen. De baby's van een kolonie vleermuizen worden simultaan geboren in een week. De moedervleermuis zal 6 keer per nacht naar haar slaapplaats terugkeren om haar baby te voeden. Tegen de tijd dat de babyvleermuizen 3 tot 4 weken oud zijn, zijn ze meestal in staat om te vliegen. Zou je durven om deze pasgeboren dieren vast te pakken? Wat goed dat je tot de helft van deze video bent gekomen. We hebben nog 5 lieve en interessante pasgeboren dieren voor je. Druk nu op de abonneren, de bel en de duim om de video verder te bekijken tot het eind. 5. Petieterige panda. Je zou denken dat een moederpanda van ongeveer 100 kilogram best een flinke babypanda werpt. Echter is het tegendeel waar. Babypanda's zijn zo klein dat ze bijna niet herkenbaar zijn als panda's wanneer ze worden geboren. Meestal zijn ze nauwelijks 90 tot 130 gram zwaar en je kunt ze vergelijken met pasgeboren kittens. Ook hebben ze nog niet de gebruikelijke herkenbare zwart-witte wollige vacht, maar een roze huid en fijn donzig wit haar. De babypanda's zijn ook nog blind bij geboorte en totaal afhankelijk van hun moeder. Pas bij 6 tot 8 weken openen ze hun ogen en bij hun 3e maand worden ze mobiel. Na 9 maanden van zogen kan de panda bamboe eten. In vergelijking met de moeder is de pasgeboren baby wel 900 keer kleiner. Studies hebben uitgewezen dat babypanda's in feite te vroeg worden geboren. Een vreemd verschijnsel dat biologen al eeuwen bezighoudt. 4. Spitsoortjesbaby. Het eerste dat je opvalt aan een fennek of woestijnvos zijn de opvallende spitse grote oren. Van alle vossen is de fennek de kleinste soort met de grootste oren, die wel 15 centimeter lang kunnen worden. Hun oren hebben ze speciaal om hun prooi goed te kunnen horen en om warmte af te staan. De fennek leeft voornamelijk in de Sahara-woestijn en in de woestijnen van West-Azië. De oren worden naarmate de fennek groeit geleidelijk aan groter, maar zijn na een paar weken na de geboorte al heel opmerkelijk. Wanneer een vrouwtje succesvol is gedekt, duurt de draagtijd 50 dagen. Ze werpt dan 2 tot 5 jongen per keer. Een babyfennek weegt ongeveer 50 gram bij geboorte en heeft een grijze kleur. Het duurt ongeveer 4 tot 5 weken totdat de jongen stoppen met zogen van de moedermelk. Zou jij durven om deze pasgeboren vossen te voeden? Laat het ons weten in de comments. 3. Poppige pangolin. Pangolins worden geschubde miereneters genoemd, welke in feite een hele goede beschrijving is voor het vreemd uitziende dier. Ze eten dan wel als miereneters met een lange plakkerige tong, maar zijn geen familie. Hun schubben bestaan uit keratine, dat is dezelfde stof waaruit onze nagels en haren zijn opgebouwd. Vrouwtjes werpen na 5 maanden draagtijd 1 levend jong per keer. Bij geboorte zijn de pangopups ongeveer 15,24 centimeter lang en hebben ze een gewicht van 340 gram. Hun schubben zijn dan roze van kleur en zacht. Na een dag of 2 worden ze wel meteen hard. Pangolinbaby's nemen graag een ritje op de staart van de moeder zolang ze aan de moedermelk zitten. Als er gevaar dreigt, zal de moeder zich om de pup heen rollen als een schild. Na 3 tot 4 weken van zogen zal de pangopup zijn eerste insecten eten. Dan hoeft mama hem ook niet meer te sjouwen. 2. Sissende baby. Hoewel veel mensen de foto van deze baby king cobra leuk vonden, moeten we niet vergeten dat een cobra een giftige slang blijft, ongeacht de leeftijd ervan. Bij geboorte zijn deze sissende baby's tussen de 40 en 46 centimeter lang. Een cobra-ei heeft een abnormaal grote dooier. Een deel hiervan ontwikkelt zich tot een dooierzak in de maag van de baby. Hierdoor heeft de pasgeboren babycobra al iets op zijn maag voor het geval hij moeite heeft om meteen iets te vangen. De dooierzak houdt de babycobra ongeveer 2 weken in leven na zijn geboorte. Volgens cobra-kenners kunnen pasgeboren cobra's meteen voor zichzelf zorgen en kunnen vanaf dag 1 hun kop verbreden en in de aanval gaan. Ze worden ook geboren met het dodelijke gif, dus vergis je niet. Een babycobra is geen kitten om te aaien. Nu kom je eindelijk te weten over het pasgeboren diertje dat op een beeldje lijkt. 1. Roze slurfbaby. Deze foto van een kleine roze olifant in de handen van een persoon circuleerde op het internet met de claim dat het de kleinste olifant ooit was die vocht voor zijn leven. Wat het verhaal niet vertelde, was dat het om een ontwikkelende foetus ging die uit een gestorven moederolifant was gehaald. Een pasgeboren olifant is heus niet zo klein, maar staat ongeveer 91 centimeter hoog en weegt ongeveer 90 kilogram. Niet een olifantje dat je gewoon in je handen kunt vasthouden. De draagtijd van een olifant duurt veel langer dan normaal, wel 22 maanden.
Daarom werpen olifanten maar één keer in de 3 tot 4 jaar een babyolifant. Je kunt als je geluk hebt wel een roze slurfbaby tegenkomen. In 2016 werd dit zeldzame albino-olifantkalf gespot in het Kruger National Park in Zuid-Afrika. De kleine olifant zijn aparte huidskleur viel op tussen de rest van de grijze olifanten. Hij werd gezien door toeristen nabij de Shinwetsi rivier, waar olifanten komen om te drinken en te baden. Gelukkig maakten ze wat foto's die we ook graag met jou delen. Welke van deze pasgeboren dieren heeft je het meest verbaasd? We horen graag van je in de comments. Door jouw support kunnen we leuke top 10 video's blijven maken. Vergeet je dus niet te abonneren op ons kanaal en zet de bel aan om als eerste melding te ontvangen zodra er een nieuwe video online staat. Geef ons ook een like als je de video leuk vond.